We zijn hier in het voormalig KLM-gebouw, wat gebouwd is door Albert Plesman. Staat in Den Haag. Het was een kantoor en het is nu worden omgebouwd tot appartementen. Mijn naam is Arno Schrader. Ik ben projectleider bij de firma Rodenburg. Mijn naam is Chef Verboven. Ik ben accountmanager bij System Air. We hebben als System Air hier een zevental luchtbankskasten geleverd. Die luchtbankskasten zijn qua systeem eigenlijk allemaal gelijk. Ze zijn allemaal voorzien van warmte-terugwinning. Buitenlucht wordt gefilterd, wordt warmte teruggewonnen uit de retourlucht. Daarna wordt het verwarmd of gekoeld. Het is een debiet van ongeveer 45.000 kub lucht. Van buiten gehaald en weer terug naar buiten gebracht. Houdt in dat zeg maar, 's winters komt er bij de luchtbankskasten min 5 graden buitenlucht binnen. We krijgen 20 tot 22 graden retourlucht uit het pand. En door een warmtewiel in de luchtbankskast wordt de warmte afgegeven aan de koude buitenlucht, zodat die vast wordt voorverwarmd, zodat het verwarmingstraject niet van min 10 naar 22 graden is, maar van 12 graden naar 22. Dat scheelt een hoop energie. Nou, het meest trots zijn we op het feit dat uiteindelijk weer datgene in de technische ruimte staat wat op tekening stond en waar we met Rodenburg over hebben gespart, kunnen we uiteindelijk toch zeggen van job geklaard.